We staan hier op het Bellamy-park. En we gaan eens een van de leden vragen. We hebben net het mooie lied gehoord, het slavernijlied. Eindelijk. Wat het eerste is in Zeeland. Klopt dit? Ja, dat klopt helemaal. En hoe bent u erop gekomen om dit te gaan organiseren? Wel, in onze cultuur zeggen ze... Bigisma et taknangayu. Ja, de ouderen spreken tot je. Het was eerst de eerste twee zinnen. Ik voelde pijn, maar de slagen heb ik niet gehad. En je wil me slaan, maar je hebt me niks misdaan. Dat waren de eerste twee wat ik binnen heb gehad. En ik kon weken niet meer slapen, maar ik kon maar niks binnen. Ik ben een dagje gewoon opgestaan. Ik hoorde dat ik gewoon naar Nollebos moet. Ik ben daar toe gegaan. Ik zat daar op een bankje. En alles kwam naar binnen. Het lied kwam gewoon naar binnen, alsof het geschreven was. Daar kwam de inspiratie. En de inspiratie. We zeggen, de goden. En waar had u toen ook al contact met deze leden van de groep? En maar, nog niet. Het lied kwam binnen. En ik dacht, toen heb ik het uitgeschreven. Alles zo'n beetje geregeld. Een heleboel mensen, contact met een heleboel mensen gemaakt. Om te begeleiden, om mee te doen. En de een zei, ik heb het te druk. De ander zei, we moeten het doen. Uiteindelijk ben ik met deze mensen om me heen geëindigd. En dit is het resultaat vandaag. En dat heb je nou zo even meegemaakt. Want we hebben toen besloten, we gaan niet te veel instrument ingooien. Want het gaat meer om de tekst. En als het een slavernijlied is, dan weet je, vroeger zong men en klapte wij op de trommel of zo. Maar de zang was belangrijk. Juist. Weet je? En de zang, daar gaat het om in feite. De tekst. Het gaat om de tekst, want de tekst moet een traditie zijn. Het moet overgedragen worden. En als de tekst goed is en overgedragen wordt, dan hebben we generaties hierna. Zeker. Hebben profijt van. Zeker. En vandaar. Heel mooi. En gaan jullie het nog in andere steden te horen brengen? Of? De planning is dat het op CD komt. Oh. Ja, het komt op CD. En we proberen, want Moes en ik hebben Vlissingen, die gaan ons een beetje sponsoren om het op CD te brengen. En we proberen alle, net als u, de steun te vragen, zodat zoveel meer mogelijk uitgezonden wordt en dat zoveel mensen dit te horen krijgen. Ja, en we gaan ook proberen dat nummer in Suriname te krijgen. Oh. En al de stations hier hebben die geïnteresseerd zijn om dat te delen met de mensen ook. Nou, dat is mooi, man. Ja. Nou, dankjewel voor dit openhartige gesprek. En ik wil jullie allemaal veel succes wensen. Dankjewel. U bedankt. Ja, u bedankt voor uw steun. Ja. Hartelijk bedankt. Okay.